mijn naam is Carlijn, ambassadeur van de Toiletalliantie. Als stoma-drager weet ik als geen ander hoe belangrijk het is dat Nederland toilet toegankelijker wordt. Maar dat geldt niet alleen voor stoma-dragers of voor buikpatiënten, maar eigenlijk gewoon voor iedereen. Gelukkig gaan ook steeds meer gemeenten dat inzien. En met de ondersteuning van de Toiletalliantie staat gelukkig het toiletbeleid bij steeds meer gemeenten op de kaart. Vandaag gaat de Toiletalliantie Utrecht in het zonnetje zetten, want ook de gemeente Utrecht doet ontzettend goed werk. Zo is er een initiatiefvoorstel aangenomen door in de gemeenteraad, voorgesteld door D66 en de VVD, en er wordt maar liefst 150.000 euro besteed aan het toiletbeleid. Zo moeten er meer openbare en toegankelijke toiletten komen die niet alleen overdag, maar ook 's avonds toegankelijk zijn. En wat ik zelf super tof vind, Utrecht heeft een toiletwethouder. Helaas ga ik zelf geen kennis maken met hem vandaag, maar de kwartiermaker Ivo Tonon van de Toiletalliantie, die gaat vandaag Utrecht in het zonnetje zetten. Kijk je met me mee? Hierbij geef ik jullie officieel de aanmoedigingsprijs voor de gemeente Utrecht. Vanwege de inzet voor meer toiletten, onder 500 meter, maar ook bij evenementen en afspraken maken met winkels en horeca. Zodat je daar ook naar het toilet kan. Zodat iedereen weer de stad in durft en van de stad kan genieten.